Au! 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 Goedjes wagen! Au! Goedjes wagen! Au! Goedjes wagen! Voilà, ze. Naast de braaf, ze naast papa vier op hem. Hehehe, al wel klerken is de koffie. Hoe moet ik daar? Nou, Claire! Claire! Mijn nagel, Luke! Pierre, jong, hoe zit je? Wel is het niemand in deze zaal, och? Nee, wat was mij nou daar? Mijn nagel, vergeet. Johan, het is lockdown, hè? Waar is het? Lockdown. Lockdown, dat wil zeggen dat alle theater stil ligt, hè? Dus bingo kunnen we. Kunnen we even niet spelen, hè? Dat gaan we moeten uitstellen. Wij uitstellen? Ja, dat is door COVID, COVID-19. Kijk toch uit, COVID-19. Is deze hier nog altijd niet gedaan? Nee, wel lang je deze cirk nog duren? Dat weet niemand. Ja, maar en... Ja, dus nu moet je terug naar huis gaan. En als het terug mag, dan kom ik u roepen. Maar terug thuis gaan we dan, man. Wat moet die gilden over thuis doen, ja? Bij Marina zitten. Bij Marina gaan zitten. Je zet een goeie, zeg. Wie gilden over bedrijf me dan? Nee, ik heb me gedacht, misschien kun je naar... Naar toneel kijken, Johan, hier. Wat? Hier is het toneelstuk dat je kunt bekijken. Ja, dat is enig partangig, hè, zo'n toneel. Ja, maar dat is... Dus ook maar eens bedenken, hè, zijn ondertje, wij heet ze toch? Ja. Hij gaat vertekken van de televisie, dat denkje. Allee, ja. Zeg, wij heet ze. Hilde van Wittekerken. Elke van Wittekerken, god verdekken. Ja. Je hebt er van zijn leven gezien. Het te bij geweest, hè. Ja, hè. Zijn patikkes, hè. Maar dat is dus toneel en dat is verfilmd en dat kun je nu op je tv zien. Is het voor te lachen? Het is voor te lachen, dan gaan we doen een keer in de zee. Het is plezant geschreven. Ja, zeg, en wat kost het, Cirk? 9 euro. 9 euro? Ja. Oh, dat is naar de kop niet af, dus zeg. Je gaat naar de website www.deroxy.be. www.deroxy.be. Ja. Voilà, en dan gaat je het kunnen zien, hè. Op goed geluk online. Allee, voilà. Dat is goed. Dat is goed. Voor 9 euro was het, hè. Ja, dat komt niet af. Zeg, als Marina en ik bij 2 letter, ja, dat is veel. Dat is... Well, dat is niet veel geld, hè. Zeggen, als boelie meelet, dan is het bedrijf. Voilà. De prijs van 9 euro, zeg maar. Hoe vind je dat nog? Allee, zeg. Een goeie, hè. Ja. Maar niet. We gaan eens aan mijn zijde, zeg. Johan, ja. En hopelijk jullie ook. En dan zien we elkaar heel snel weer in Theater de Roxy. Hou het veilig. Dag.